Hoi, ik ben Shelby Vos en ik ben al zo ruim 7 jaar werkzaam in het basisonderwijs. In de jaren heb ik eigenlijk alle groepen al wel eens lesgegeven. Momenteel ben ik leerkracht van groep 4. En in de komende weken geef ik je een aantal leuke en praktische tips om thuis te oefenen. In deze video ga ik je meer vertellen over hoe je met zelfvertrouwen toetsen kunt maken. In groep 7 en 8 krijg je voor de eerste keer te maken met belangrijke toetsen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de eindtoets of aan het verkeersexamen in groep 7. Momenten waarop je graag in die periode of op die dag goed wil presteren. Ik ga je zo meteen wat leuke tips geven om met meer zelfvertrouwen en rust die toetsen te kunnen maken. Allereerst is het goed om je te beseffen dat dat toetsmoment niet het allerbelangrijkste is. Jouw juf of meester kent je al veel langer en kijkt zeker naar een langere periode. Zeker nu het schooladvies eigenlijk doorslaggevend is, wordt echt gekeken naar hoe jij al over langere periode hebt gepresteerd op school. Daarnaast heeft jouw juf of meester in de afgelopen tijd al tijdens de lessen bewust extra aandacht geschonken aan de dingen die jij moet kunnen voor de toets. Ongemerkt heb je misschien nogal meer geoefend dan je zelf denkt. Daarnaast heb je ook nog eens proeftoetsen en proefexamens gemaakt. En ondanks dat je daarin misschien heel veel foutjes had, geeft dat eigenlijk helemaal niks. Want die fouten, daar leer je juist weer van. Iets wat je eerder fout hebt gedaan, doe je de volgende keer minder snel fout. Zorg ervoor dat je de weken voordat het toetsmoment daar is, al wat vroeger naar bed gaat dan normaal. En echt al een beetje je rust te pakken. Lukt het nou niet om meteen in slaap te vallen? Geen paniek. Ga rustig liggen. Adem rustig. Tel bijvoorbeeld je ademhalingen. En vaak val je daarna vanzelf in slaap. En zelfs al duurt dat wat langer, dan rust jouw lichaam toch al wel uit. Stel je dan voor, die avond voor die toets, en je ligt nog te piekeren in bed, dan heb je in ieder geval al wel voldoende slaap gehad in die weken daarvoor. En dan is het helemaal niet erg als je die ene avond misschien net iets later in slaap valt. En dan is daar de dag van de toets. Belangrijk is om je dag goed te starten met een goed ontbijt. Jouw lichaam heeft namelijk brandstof nodig om goed te kunnen functioneren. Waardoor je eigenlijk daarna je beter kunt concentreren. Dus zorg ook goed voor je lichaam door een ontbijt te kiezen wat rijk is aan langzame koolhydraten. Denk aan bruin brood, muesli. Zelf at ik bijvoorbeeld vaak ook een banaan. En dat heeft ook als eigenschap om te helpen bij die concentratie. En je kunt tijdens dat moment van toetsen ook jouw eigen gedachten sturen. Stel je voor, je komt een opgave tegen die je niet weet, een moeilijke som. En je denkt al bij jezelf, oh ik weet het niet en hoe moet het nu verder en dadelijk maak ik alles verkeerd. Dan krijg je eigenlijk hele negatieve gedachten. Maar je kunt je gedachten ook positief sturen. Als je nou denkt van nou, ik sla dit sommetje even over en ik kijk er later nog eens naar terug. Dan maak je gedachten al positiever. En vervolgens kun je eigenlijk weer de rust en de concentratie opbrengen om de toets af te maken. En wie weet lukt het je later om de opgave wel weer te maken. Ik hoop dat deze tips en adviezen je helpen om met vertrouwen aan het verkeersexamen of aan een eindtoets te starten. En natuurlijk wens ik je ook heel veel succes!